Hallo, we zijn in de tuin hier in Helden en ik ga het woord aan Liewe geven. Goedemorgen, wij staan hier bij de familie Smeets in de tuin en u bent de winnaar van de cashback actie. En we hebben de hovenier in de tuin gehad en nou was ik eigenlijk heel benieuwd, wat heeft de hovenier hier eigenlijk gedaan? Nieuwe schutting geplaatst. Een nieuwe schutting geplaatst. Was dat een gevalletje stormschade? Dat was een gevalletje stormschade, ja dat klopt. Hè. Ik dacht al ergens iets gelezen te hebben, ja. En nou wil ik wel graag even weten, hebt u enig idee wat u gewonnen hebt? Geen idee. Dat is een verrassing. Ja, dat is eigenlijk een verrassing, ja. Nou, dan, u staat aan de goede kant, dus dan mag u daar dadelijk de cheque uittrekken om te kijken wat erin zit. Nou, prima. Ja, dankjewel. Nou, kijk eens. Fantastisch, dankjewel. Dat is nog wel een keer de moeite, denk ik, hè? En dan heb ik een hele makkelijke vraag eigenlijk. Want wat is nou het eerste waarvan u denkt van dat ga ik ermee doen? Het zal het gras gaan worden hier in de tuin, denk ik. Ja, u zei net al, het gras is een beetje geel, hè? En een beetje nieuw gras, dat zal wat... En de hovenier staat ernaast. Moeten we hem dat dan straks met hem overleggen, dat hij dat gaat oppakken? Ja, hij gaat het oppakken, want hij heeft wel een offerte gemaakt. Dus, Dus het komt heel erg gelegen, begrijp ik wel. Dat gaat helemaal super. We hebben er weer een blije cashback winnaar bij. Jij kan de volgende worden. Het enige wat je hoeft te doen, is een recensie te schrijven over de werkzaamheden van jouw tuinkerhovenier.